De gepensioneerden van Suralco zijn aan hun lot overgelaten, zei NDP-parlementariër Annie Sadi afgelopen donderdag tijdens de openbare vergadering in de Nationale Assemblée. Sadi wees erop dat hoewel de rechter het bedrijf in 2019 heeft gevonnist om de resterende gelden aan de gepensioneerden te betalen, dat tot nog toe niet is gebeurd. Dit betekent ellende voor de Suralco-gepensioneerden. Ontelbare barricades voor de vierde keer de zaak bij de rechter uitgesteld. Voorzitter, wordt hierdoor het recht van de gepensioneerden, sommigen zijn al dood van het wachten, voor de zoveelste keer onrecht aangedaan. Bij deze doe ik een beroep via u, voorzitter, dat de regering wel aandacht schenkt aan de punten die ik net heb aangekaart. Sadi wees ook erop dat het in het district Kommerwijnen de aanvragen voor bouwvergunningen heel stroef worden behandeld. Volgens het DNA-lid worden zij die willen bouwen hierdoor belemmerd. Uit nood willen de kinderen bouwen achter hun ouders op het terrein, maar het wachten op de overdracht vanuit GGB is een lijdensweg. Geen bouwvergunning zonder overdracht en dat duurt jaren. Gevolg: onbetaalbare bouwmaterialen met deze huidige situatie. Kinderen blijven opgepropt in huizen van hun ouders. Sadi wijst erop dat het leven in deze tijd al veel te moeilijk is. Daarom doet ze een beroep op de regering zo snel als mogelijk oplossingen te brengen in deze kwestie.